Van een kijker heb ik dit mailtje ontvangen. Hij schrijft hier, ik dacht de zonnepanelen zijn mooi over drie fasen verdeeld. Hij heeft een set met micro-omvormers genomen. En dat is ook zo. Maar de nul van de kabel van de zonnepanelen wordt drie keer zo zwaar belast omdat de drie fasen alle drie gebruik maken van dezelfde nuldraad. De kabel die van het dak naar de meterkast gaat is 5 keer 2,5 mm kwadraat. Dan zou dit wel eens een NV-systeem kunnen zijn met één driefase Q-kabel. Mij, li Mij lijkt de nuldraad te dun voor zo'n aansluiting. Hoe kijk jij daar aan? En misschien kun je daar een filmpje over maken, nou bij deze. Maar wees gerust beste schrijver, want je maakt in dit geval een denkfout. Soms is het ook een hele geruststelling om een denkfout te maken, of is het prettig om een denkfout te maken? Maar het is wel een hele terechte opmerking die je maakt, want inderdaad er is maar één nuldraad en die nuldraad is net zo dik als de andere drie fasedraden. Ik zal even kort uitleggen hoe dat komt. Drie-fasen-stroom wordt ook wel draaistroom genoemd. En hier in dit voorbeeld kun je het heel mooi zien. De magneet die je in het midden rond ziet draaien, kun je eigenlijk zien als de generator. En je ziet hier de fases eromheen: L1, L2 en L3. Ze worden hier weer gegeven als spoelen die door het draaiveld van de generator een stroom opwekken. Wat je hier heel goed ziet, is dat elke keer als de generator zeg maar het magneetelement wat je hier ziet een halve draai heeft gemaakt, zie je dat de richting in de draad omdraait. Dat is ook het hele idee wisselspanning. Daarom hebben we dat, of ook wisselstroom. Daar komt dat vandaan. Dat heeft te maken met de draairichting en de draaiing van de generator. Maar wat je hier ziet is dat alle fases aan één en dezelfde nuldraad gekoppeld zitten en die is inderdaad dezelfde dikte als elke afzonderlijke fasedraad. Als je goed kijkt naar de dikte van de pijlen, zo hebben ze dat al mooi weergegeven, zie je dat de piek van de, uh, 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 van de stroom in de spoel nooit op alle drie de fases tegelijk aanwezig is. Want de fases liggen 120 graden uit elkaar en dat zie je in deze visual heel mooi weergegeven. Dus ook al zou er stroom lopen door de nulleiding van een van de fases, dat is nooit van alle drie de fases tegelijk. Dus kan die nuldraad gewoon zonder problemen dezelfde aderdikte hebben als de fasedraden. Maar in sommige gevallen komt het ook voor dat een apparaat niet met één fase op 230 volt wordt gevoed, maar met twee of drie fases met 400 volt. En in dat geval zal de nulleiding zelfs helemaal niet worden belast, want dan zit de wisselstroom tussen twee fases in. Een concreet voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld de Niebe Eminent Boiler, dat is een elektrische boiler van Niebe. En die kun je op twee manieren aansluiten. Dus als je hier ziet, 230 volt AC, één fase. Dan heb je dus de fasedraad op B en de nuldraad op A. En dan is deze aangesloten met 230 volt. Maar je kunt deze boiler ook aansluiten op 400 volt door, um, de fasedraad te laten zoals die is, maar voor de nuldraad een andere fasedraad te kiezen. In dit voorbeeld L1 en L2. In beide gevallen de aarde draad... is dan in dit geval de derde draad. Maar de nuldraad wordt helemaal weggelaten. Het idee is namelijk dat tussen een fase en de nul staat 230 volt, maar tussen twee fases onderling staat 400 volt. De reden dat Niebe dit op deze manier in hun bedradingsdiagram heeft staan. Is omdat je op deze manier kunt kiezen met welk vermogen de boiler moet werken. Sluit je hem namelijk aan met fase N0, 230 volt, dan is het element, dan is het element 1 kilowatt. Maar sluit je hem aan met L1, L2 op 400 volt, dan is hij 3 kilowatt. Want de spanning is hoger, dus ook het vermogen is hoger bij een gelijke stroom. Nou, en dat is een beetje hoe dat het werkt. Dus inderdaad, in jouw geval, de nuldraad mag dezelfde dikte zijn als de drie fasedraden. Dat is geen enkel probleem en dat komt allemaal doordat de fases 120 graden uit elkaar liggen. Hopelijk geeft dit een beetje uitleg en een beetje duidelijkheid. En eh, mochten er nog vragen of opmerkingen zijn, laat het onder deze video zeker even weten. Dank jullie wel.